De Groningse Kredietbank gaat huisbezoeken afleggen bij huurders met betalingsachterstanden. Dit doet zij in samenwerking met woningcoöperatie Nijstee. De huisbezoeken zijn onderdeel van het proefproject Samen erop af. Nijsteen en de Kredietbank werken al langer samen, maar willen door beter samen te werken voorkomen dat mensen uit huis gezet worden. Wat nu het specifieke daaraan is, is dat als Nijsteen. ...constateert dat mensen nog meer schulden hebben, dan gaan wij ook op huisbezoek. En dat doen wij alleen als de klant daar toestemming voor heeft gegeven. Dus er komt een, een nauwere samenwerking met Nijenstee? Ja, de samenwerking met Nijenstee is al behoorlijk nauw. Maar we gaan dat nou, wat intensiveren om ja, klanten sneller te kunnen helpen als zij schulden hebben. De kredietbank hoopt met het afleggen van de huisbezoeken meer mensen te bereiken... Op dit moment is het zo dat NIEST wel constateert dat er schuldproblematiek is en ze dan ook wel naar ons verwijst. Maar wij merken toch dat heel veel klanten het moeilijk vinden om de weg naar ons te nemen. Als het project succesvol is, kunnen ook andere woningcoöperaties meedoen. Op dit moment loopt dit proefproject alleen nog met woningcoöperatie NIEST. Aan het eind van het jaar gaan we. Ja, goed bespreken van wat zijn nu de resultaten. En als het goed werkt, dan wordt dit standaardprocedure.